Maf, man. Heel anders dan gisteren. Ja. Er zijn er veel ook. Komen met ons ontbijten, denk ik. We hebben zoveel coyotes gehoord dat we dachten, er staat geen koe meer op de vlakte. Nou, dat valt nog mee. Dan hebben we weer op BLM Land geslapen. Nu vlakbij Kodachrome Basin. Een natuurpark, state park. We hebben de coyotes horen gillen in grote groepen. En de koeien hebben om ons heen gestaan. Het is echt een hele wilde plek geweest. We hebben nog niet ontbeten. Het is... die tijd klopt toch niet, 8:30. Dat kan niet. Het is nu... Ja, 8:30. 8:30 al? Ja. We werden om 7:00 wakker. Allemaal 1/2 uur verder? Ja. Denk je dat je zo snel bent 's ochtends? Oké. Half negen is het. In ieder geval gaan we nu zonder ontbijt gaan we naar het natuurpark. Dat we hopen dat we daar op een betere manier zitten dan in het zand, op een band. Even ontbijten, even bijkomen. En dan gaan we wel weer zien hoe de dag zich ontwikkelt. Voor het eerst sinds dat we weg zijn, hebben we gedoucht. Dat klinkt heftig, maar we hebben wel gezwommen al. Maar omdat we ook de was wilden doen, hebben we in het kleine statepark Kodachrome Basin hebben gevraagd of we mochten douchen. Nou, dat waren gratis douches. Daar heb ik de was even gedaan. En nu zitten we te ontbijten. Gewoon aan een picknicktafel. De zon is al brandend heet. En... We gaan één wandeling doen, denk ik, hier zo. Het is een heel klein park. Yep. En daarna gaan we door. We moeten ook boodschappen doen, want we hebben geen yoghurt meer. Dus we hebben proteïnepoeder hebben we aangemaakt met granola. En water. En water. Dat is heel droog. Dat zit je poeder te vreten, ja. Ik heb allemaal koffie. En we hebben nog wat belangrijk voor oude mensen. Zo, kijk uit. Ja. Dat is fijn hè, als je met je zoon op vakantie bent. Wacht maar. Scorching hot. Angel's Palace Trail gaan we lopen. Nou ja, het zal een beetje daartussendoor zijn. Kijk hoe heet we het dan hebben. Dat we misschien alweer kunnen gaan douchen. Ik heb gewoon mijn natte shirtje na het wassen gewoon gelijk aangetrokken. Het is dus nu kurkdroog. Na het ontbijt. Een beetje zanderige trail. Van die vormen daar, dat het net een kaastosti is die je uit elkaar hebt getrokken.
zie je. Ja, goed. Daar zit erin. Ja. En hier zit erin. Ik zie een seconde. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er. Steve is even de ranger hier. Ja, hier zijn we dan bij twee hele grote dinosauruskeutels. De laag hier te zien is dit hun favoriete stomping grounds. Hier komen ze het liefst. Het geeft een beetje het gevoel alsof we op een mesa lopen. Nou, volgens mij doen we dat. De weg houdt hierop. Ja. Het is een soort mini Grand Canyon. Het is een small canyon. Maar je gaat toch een aardig eind naar beneden als je hier flikkert. Pardon, als je hier valt. Beetje gedronken of harde wind, zou ik hem niet doen. Oké. Kunnen we beter rechtomhoog pakken? Of dit zich zo? Nee, pak maar rechtomhoog. Zullen we weer douchen daarna? Teetjes. We gaan onze flessen vullen en dan gaan we naar de volgende canyon. En we moeten ook nog boodschappen doen. Het is wel een mooi parkje. Het is klein, super rustig. En dit was de Angel's Palace Trail. Dus hier is Cannon Village. Ja. Dan zie je hier Willis. Ja. Dat is een slot canyon. En hier Bull Valley. Oké. En in Bull Valley. Daar ligt dus een oude jeep vast. Okay. Iemand die de canyon heeft gereden, vanaf boven erin is gevallen. En dat is 100 meter hoog? Ja. Dat is hoog. 100 feet. 100 feet, oké. Okay. 30 meter hoog. 30 meter, nou, dat is hoog genoeg. Nou, we gaan het zien. Oké, okay. Skatoompa Road. We gaan naar een slot canyon waar een jeep in is gereden. Sorry, de auto wordt een beetje goor. Het is nou even niet belangrijk. Kijk eens even naar links. Een randje van 4x4. Ik moet me naar voren vasthouden om niet weg te zakken zodat ik niks meer kan filmen. Dus kom ik hier over de motorkap heen. Jezus. Jongens, moet het zo hoog? Avontuur! En wij doen alsof we een 4x4 hebben. Oh. Holy shit. Washout. Ik hoop echt niet dat we hier vast kan zitten. Dit is ziek. We kunnen het ook lopen, die twee maal. Fire department. Nee, fiber. Willis Creek, dat gaan we straks doen. We gaan nu eerst naar Bull. Hoe heet dat? Bull Gorge. Bull Valley Gorge. Bull Valley Gorge. Daar waar drie gasten zichzelf met een jeep de gorge in hebben gereden. En het niet hebben overleefd. Nee, dat lijkt me logisch. Die jeep hangt er nog. Die gaan we even bekijken. Als we de gorge in willen, dan moeten we touwen en climbing material hebben. En dat hebben we niet. Dus dat gaat niet. Ze zei dat kan wel zonder, maar dan moet je heel voorzichtig over je rug heen.
Dus we gaan hem merken. En jong en onbezonnen bent, zoals dat ding daar. Hier hebben ze mee gereden, nou, dan hebben ze geoffroad. Maar beter in één keer dood zijn. Wanneer is de laatste geweest? Gisteren. Desert canyons don't care. Your life and safety depends on you. Length of stay. Let's zeggen 1.5 hour. Yeah. Maak er 2 van. 2 hours. Destination. Trail and back. Jeep. Toch? Ja. Comet. Dat doen we later, toch? Yep. Oké. Okay. Het is een unmarked trail. Ik kan wel zien waar mensen gelopen hebben in ieder geval. Ja. Hij is heel diep, ja. 30 meter was hij. 100 voet. 100 voet, ja. 30 meter. Lucas. Oh, daar is de jeep. Oh, er is een hele landslide overheen gegaan. Ja. Nou, dan zit hij er nog in hoor, die kerel. Ja, dat zit erin. Die is begraven daar. Helemaal geen memorial of zo, hè? Nee, misschien eronder. Landslide. Het zal wel even geduurd hebben voordat ze dat gevonden hebben. Bulls Canyon Creek. We staan hier precies op het punt waar de jeep onderhangt hier met een landslide. En je ziet dat dat continu nog gebeurt hier, het afkavelen. Jezus, jongens. Het is wel een hele mooie plek, maar levenslink. Onze foto's. Nee, daarom zei ik al, hij loopt krom. Hey, rest in peace. Dat is geen fijne dood. Don't fuck with nature. Kriebels in je buik? Ja. Yeah. Het voelt nog eens extra niet lekker aan omdat die gasten daar nog dood in die auto zitten. Ja. We gaan gewoon lekker naar Wales Creek en dan gaan we onderaan lekker wandelen. Ja, even had je nog het rare idee van kom, ik ga even helemaal uitlopen en naar beneden klimmen. Maar inderdaad geen risico's nemen, want het brokkelt af hier. We kregen hem schoon mee. Willis Creek Trailhead.
Oh, oh shit. Oh, oh. Wat dan? De krabbel! Ja, ik heb het.